Terugblik op 2021. Het hersenletselnetwerk Midden-Brabant in beeld. Het hersenletselnetwerk Midden-Brabant begon 2021 onder aansturing van de nieuwe voorzitter Art van der Kruis, zorgmanager in het ETZ en de nieuwe programmamanager ZMBR Yvonne Groot. Samen maakten zij een kennismakingsronde langs alle lidorganisaties van het netwerk, waarbij er ruimte was voor kennismaking en er van gedachten werd gewisseld over het nieuw op te stellen meerjarenplan. In het hersenletselnetwerk participeren 19 organisaties die betrokken zijn bij de formele en informele zorg en ondersteuning van mensen met NAH en hun naasten. In 2021 hebben we het meerjarenplan hernieuwd. Hierin zijn de missie en visie van het netwerk vastgelegd. De wijze waarop we dit willen bereiken is uitgewerkt aan de hand van 3 strategische doelen met daaraan gekoppeld diverse activiteiten. Als regio nemen we ook deel aan het LOHL, het Landelijk Overleg Hersenletsel. Via het LOHL vragen we jaarlijks subsidie aan, waarmee we onder andere als regio Breinlijn bekostigen. Het landelijk loket waar iedereen gratis terecht kan met zijn vragen over hersenletsel. Daarnaast spreken de regio's elkaar jaarlijks 3 keer, zowel op bestuurlijk als coördinatorenniveau. Met de afronding van de implementatie van Breinlijn is het volgende hoofdonderwerp de landelijke inhoudelijke agenda. Hiervoor zijn 2 brainstormsessies georganiseerd die de meerjarenagenda gaan opleveren. De coördinatie en uitvoering van het regionaal loket Breinlijn ligt bij het zorgnetwerk Midden-Brabant. Daar wordt de mailbox beheerd. Afhankelijk van de vraag wordt deze gelijk beantwoord of doorgeleid naar 1, meerdere of alle leden van het kernteam Breinlijn. 4 keer per jaar voert het kernteam overleg met elkaar over casuïstiek, inhoudelijke thema's en de regionale communicatie. Dit resulteerde onder andere in een mooi artikel over Breinlijn in de mantelzorgkrant van Contour de Twern. Vanuit het landelijk overleg ontvangen we als regio maandelijk stuurinformatie over het gebruik van Breinlijn. Dit levert ons waardevolle informatie op over bijvoorbeeld de vraagsteller en soort vraag die hij of zij stelt. De voorloper op Breinlijn was in onze regio het NAH-loket. Zowel bij de kennismakingsgesprekken als bij de vergaderingen met het kernteam kwam duidelijk als wens naar voren het hebben van een goede regionale sociale kaart, zodat voor mensen met NAH, hun naasten en professionals duidelijk is wat het aanbod is in onze regio. In 2021 heeft de stuurgroep Hersenletselnetwerk akkoord gegeven op een nieuwe logo voor het Hersenletselnetwerk en de doorontwikkeling van de website NAH-loket met een actuele digitale sociale kaart. Met de werkgroep zijn de specifieke eisen en wensen in beeld gebracht, op basis waarvan de webdesigner in november is gestart met de bouw van de hernieuwde website. Een van de werkgroepen binnen het hersenletselnetwerk is de werkgroep CVA. De werkgroep zet zich in om de zorg voor mensen en naasten getroffen door een CVA zo goed mogelijk te organiseren binnen de keten, vanaf het moment van ontstaan tot de chronische fase. De werkgroep heeft 3 concrete actiepunten vastgesteld die in deelgroepen verder worden uitgewerkt. In 2021 nam de werkgroep CVA deel aan het project Case Management, aangeboden door het Landelijk Kennisnetwerk CVA. Het project bestond uit 3 workshops projectmanagement. De kennis die is opgedaan tijdens deze workshops wordt gebruikt om verder te onderzoeken of, en zo ja, op welke wijze case management in onze regio vormgegeven kan worden. De eerste brainstormsessie hierover heeft plaatsgevonden. Als hersenletselnetwerk ondersteunen we het trefpunt Café Brein Tilburg. De werkgroep organiseert normaliter 5 keer per jaar een caféavond rond een bepaald thema, waarbij er ruimte is voor vragen, discussie en ontmoeting. Het eerste half jaar werd er in plaats van een fysieke bijeenkomst een webinar aangeboden aan de doelgroep. In een interview dat is gefilmd, vertelt NAH-ervaringsdeskundige Kirsten de Jong op welke wijze zij uit haar eigen ervaring kan putten in haar werk voor Breinlijn. In het tweede halfjaar organiseerde de werkgroep 2 bijeenkomsten. Op 2 september vertelde Peter Bunnik over zijn ervaring als naaste en op 11 november presenteerde Marianne Kozijn haar boek Mijn CVA en ik, duo op een hobbelig pad. Beide avonden werden door zo'n 15 tot 20 geïnteresseerden bezocht. Als netwerk bieden we ook diverse trainingen aan. Zo hebben 5 deelnemers dit jaar de training ervaringskracht afgerond. Tijdens de afsluiting gingen zij gelijk in gesprek met professionals over de bijdrage die zij kunnen leveren.
Ook zijn er 5 cursisten gestart aan de training Mijn Ervaringsverhaal voor naast betrokkenen van mensen met NAH. En zijn er 11 professionals gestart met de training Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel. Als netwerk werken we nauw samen met de stichting NAH Kracht Brabant. Zo hebben we input geleverd voor het beleidsplan ervaringsdeskundigheid. Gezamenlijk een stappenplan opgesteld voor de inzet van de opgeleide ervaringsdeskundigen in casuïstiek. Denken we mee over de inzet van de ervaringsdeskundigheid op de werkvloer. En hebben we de subsidieaanvraag gefaciliteerd voor de oprichting van het lotgenotencontact in onze regio. Al met al kunnen we terugkijken op een jaar met veel ontwikkelingen. Waarbij we als netwerk de hernieuwde koers hebben bepaald en mooie stap hebben gezet in gezamenlijkheid. Op naar 2022.